Hallo allemaal, ik ben Nerf Revival Anonymous en welkom bij deze unboxing review van de Nerf Rebel Secret Spice Rapid Red. Dus dit is de Nerf Rebel Rapid Red. Het is inderdaad wel een 2014 blaster, maar was in sale, net zoals de Diamond Pista was, die ik al net heb gereviewd voor jullie. En ja, het was dus goedkoop, het was 9,98. Het was voor weg ermee opruiming dingetje, dat ze een beetje goedkoper en dat ze het sneller kunnen verkopen. Dat is toch niet heel erg perfect, deze blasters. Ik bedoel dat het eigenlijk voor de jongens een beetje meisjes natuurlijk achter is. En meisjes kopen het ook niet echt heel snel bij ze. Het was dus bij Intertoys te koop. En ja, dit is eigenlijk een soort van Strife met een clip. Dit is de eerste Nerf Rebel blaster die met een clip komt. Ik hoop dat het niet de laatste is ook, maar ja, het is wel een hele gave. Nou ja, laten we naar de box kijken. We zien hier dus dat het 12 darts in met een decoder. We hebben hier een soort decoder dingetje waardoor je op de Rebel darts nu al meteen kan zien. De messenger darts kan zien. Het is motorized. Dit is ook de tot nu toe de enigste volgens mij die motorized is ook echt. Waar de batterij ook echt iets moet doen wat de blaas kan functioneren. 20 meter claims heeft het. TheNerfRebel.com. Ik ga daar niet waarschijnlijk naar kijken, maar ja. Oké, dit is een site. Hier zie je Hasbro. Zie je models met de Rapid Red. Het is een open face box ook, dus je kan het blaas aanraken wat ik vreselijk vind. Ik zie hier zelfs wel een krasje zitten. Helemaal vreselijk. Gewoon niet goed. Hier zie je 8+. Hier hoort Nerf Rebel te staan. Dat zie je ook een klein beetje, maar ja. Hier staat een stickertje voor. We zien hier nog dat het 4 AA batteries nodig heeft. We zien hier nog Rapid Red, Secrets and Spice. Dus op de back. En dan zien we nog de Rapid Red zichzelf. Met hoe de plaster functioned. Nog 12 dart clip komt er dus mee. Een decoder clip. Dus we hebben deze decoder niet echt nodig eigenlijk. We hebben hier een waarschuwing zitten. We hebben een verpel. 20 meter, Secrets and Spice. We hebben hier nog een hele model shit met alle Nerf Rebel blasters van 2014. We hebben de Rapid Band, Diamond Dista, Spylight, Ancient Bow en Messenger. Ik heb een review van Diamond Dista en Ancient Bow ook al. En de Rapid Red, daar ben ik nu mee bezig. Dus ja, hier hebben we Hasbro. En ja, voor de rest hebben we hier niet niks staan. Op de andere kant ook niet echt mee. En we hebben hier nog advertisements voor de Diamond Dista hier bovenop. Je kunt het niet heel goed zien. We hebben hier de Ancient Bow nog. We hebben de Messenger. En we hebben de Spylight. Ik denk dat ik deze twee ook nog wel een keertje gaat kopen. Maar dat zal een tijdje later zijn. Misschien bij de zomervakantie. Misschien wel eerder. We zullen het wel zien. Maar laten we nu gaan unboxen en reviewen. Ik heb hier even mijn schaartje. Oude vertrouwde schaar. Die ik altijd al heb gebruikt. Bij mijn unboxing en reviews. Box beschadigt hier een beetje. Het zit een beetje heel erg strak nu. Nee, kom op. Los jij. Zo, die is los. Beetje de blaster de box hiermee verwoest, maar ja. Dat is wat je ervoor over moet hebben. De box is toch niet echt veel waard, maar toch hou ik ze. Ik heb geen idee waarom dus. Hier hebben we geen plakband zo te zien meer. Nou, dan gaan we hem unboxen. Zo. En daar viel nog een heel ander zootje. Well, hier hebben we de darts dus. Even ze eruit halen. Eruit jullie! Goed zo. Goed. Dat hebben we dat. Oké. We hebben hier nog 6 extra darts. We komen natuurlijk met de 12 dart clip, dus we moeten ook met 12 darts komen. Nou, daar met die star, die werd weggeschoten. Goed, we hebben hier de plaats zelf, de instructies zitten. Oh, we hebben hier nog een plakbandje. Die heb ik gemist. Instructies hebben we hier zo. En halen we nu de plaster er even uit. Goed, de plaster is eruit. Het is eigenlijk ook een soort van Strife. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Oké, box. Weg met jou. Zo. De box is weg. En dan hebben we nog een hoop spulletjes
hier zo over. Goed, het eerste wat we hier nog hebben is de decoder. Natuurlijk, die bij mij een beetje kapot is te zien. Ik krijg hem hier niet echt goed op. Ja, ik heb hem hier zo weer. Decoder, gewoon een domme idioot dingetje. We hebben niet echt nodig. We hebben hier nog een 6 dart packages met 6 rebel darts. Met niet echt van die tekentjes, van die tekentjes die we vroeger er ook op hadden zitten. Ik ga ze er even uithalen. Nerf rebel darts. Oké, dat is weg. En dan hebben we hier dus 12 rebel darts. We hebben hier nog instructies. Goed, niks bijzonders. We hebben hier zo, we hebben hier nog wat instructies. Hoe je een batterij erin moet doen en dat soort dingen. Hebben we niet echt nodig. Het is een best wel simpel plaatje. Laten we eerst naar de decoder gaan kijken wat de decoder dat zeggen. Joy of zo. OMG. Joy. Oh, OMG zegt die met een soort van smiley dingetje. We hebben hier nog een rebel dart. Met kotje. Het zijn Engels natuurlijk weer. Take this. Zegt een, we hebben hier nog met game on. Deze is heel makkelijk ook nog te lezen zonder dingetje. Dat is best makkelijk dus eigenlijk. We hebben hier nog bullseye. Bullseye. Oké. Okay. Kon ik niet heel goed lezen. En dan hebben we hier nog Code Red. Nou, heel bijzonder dat het Code Red zegt. En kijk of de decoder clip ook werkt bij andere blasters. Ik pak hier gewoon nog even de Stripe erbij ook. Dus even kijken of de Stripe daar ook in kan. De Nerf Rebel Rapid Red clip werkt hier ook bij. En kijk of Rebel blasters ook nog even. En Strike Darts op hebben. Ja, die werkt ook daarbij. Dat is helemaal mooi. Zoals je kan zien is het de handle is heel klein, maar toch comfortabel, maar is wel heel erg klein. Trigger is op zich wel smooth, het heeft een smooth design ook, het heeft die Attack the Grill. Nog een sling point hier en hier is sling point. Hier heb je drie triggers, hè. Dit is de clip release triggers. Dus als je een clip erin hebt en hij is leeg, kan je gewoon makkelijk die eruit halen. Hij gaat er best makkelijk in en uit. We hebben hier nog een derde trigger, dat is de wrap-up trigger voor de batteries, zodat hij het kan doen. En we hebben hier dan nog natuurlijk de trigger waarmee je kan vuren, maar ja, we hebben nu nog niks erop zitten. We hebben hier nog een rebel logo met een soort van vleugels. We hebben hier nog een rebel dingetje. En op de andere kant staat hier nog dat rebel ding. En hier staat ook nog rebel, maar zonder paint. Ja, de handle is dus heel klein, maar toch comfortabel. Richten. Dat is er niet heel erg. Je kijkt eigenlijk naar de sling point hier zo. Je kan geen stocks aan doen. Je kan er geen barrels aan doen. Het is een stripe eigenlijk een beetje. Het heeft niet echt dezelfde. Ja, het heeft dezelfde size als de stripe. Dat wel dus. Voor de rest. Ja, laten we eigenlijk de batteries erin gaan doen. Ik pak even mijn gereedschapskistje erbij. En pak even de juiste materialen om alles te doen. Dus hier hebben we de schroevendraaier. En heb je hier een klein schroefje zitten. Ik doe even mijn gereedschapskistje weg. Want die zit alleen in de weg. En dan kan je hier zo de schroevendraaiertje mee gebruiken. Zo. Dat is dat. Ik heb hier 4 batterijen. Kijken hoe het zit. Goed. De onderste 2 batterijen gaan zonder dat tipje erin. De bovenste gaan met dat tipje naar voren. Oké. Zo. Oké, ik ga eventjes uit de camera doen, want het zit nogal strak. Strak fitje zit erbij. Dus ik moet hem even uit de camera, sorry. Maar ja, nu kunnen we hem dus wel wrap-up doen. Smooth trigger, moet je zeggen. En het is ook een hele stille plaat. We hebben hier ook nog een access door. Zo. Zo, die is best moeilijk open te maken nog.
Maar ja, hij zit wel goed vast, dat vind ik goed. Hij is wel moeilijk ook uit te krijgen en in te krijgen weer. Maar ja, het is wel een lekkere blaasje. Je kan hem hier aan de voorkant nog vasthouden of je kan hem zo vasthouden. Ik ga hem denk ik heel vaak zo vasthouden. Het is geen verkeerde blaas, dat kan ik je zeggen. Maar laten we even kijken of de decoder clip ook echt werkt met de decoder. Dat. Even kijken of dat werkt, hè. En ja, het werkt heel goed, kan ik je zeggen. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Het is ook echt met 12 taartjes gekomen. Dat is helemaal goed. Dat is ook de bedoeling. En het gaat er heel makkelijk in. Wrap hem up. En dan gaan we even firen naar die hoek. En het is een hele smooth trigger, kan ik je zeggen. Het schiet ook best hard. Je hebt heel snel ben je uit je clip, kan ik je zeggen ook. Dat is heel chill. En ja, het is een hele fijne blaster om te hebben, kan ik je zeggen. Dus ja, ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Like hem even en abonneer op mijn kanaal. Ik zal de Rapid Red zeker wel aanraden. Ik weet niet zeker of dit ook bij andere Intertoys is, deze sale. Maar als die dat wel is, dan moet je zeker snel naar Intertoys gaan en snel kopen. Want dan kan je deze nog heel goedkoop halen. En de Diamond D's daar ook. Andere blasters waren niet veel goedkoper gemaakt. Zoals de Spylight en de Messenger, die waren gewoon dezelfde prijs. Dus dat was wel zonde, want anders had ik die ook gewoon gekocht. Nou ja, die zal ik wel een keertje weer gaan kopen nog, joh. En dat zal wel komen. En ik zal zeker natuurlijk ook wel de Strongheart Bow en de For Victory gaan kopen. En natuurlijk ook de upcoming blasters die eraan zien te komen, ga ik ook natuurlijk wel kopen. Maar ja, dit is in ieder geval een review hiervan. Bedankt voor het kijken. Doei, Nerfboy. Nerfboy uit.